claim. Proceed. Ik denk dat Gladys ook heel anders denken dan dat de mensen over het algemeen over hun denken. Ze denken namelijk, als ik uitga, dan ga ik gewoon uit om mijn problemen te vergeten onder andere. En niet om gezien te worden. Zoals in, ga ik weer een term gebruiken, in de mellow gebeurt. Of in de clubs dan, in de mellow clubs. Daar is namelijk, daar willen mensen gezien worden. En kijk hoe mooi ik ben, bla 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 bla. En een gabber, die gaat meestal uit. Die hoeft niet speciaal gezien te worden. Ze gaan in een hoek staan en hebben ze het echt waanzinnig echt gewoon naar hun zin. Dan staan ze in een hoek, staan ze gewoon naar de muziek luisteren, drinkt helemaal door en helemaal in een eentje staan ze gewoon op de muziek, hè, zeg ik, op de muziek. Even benadrukken. Gaan ze gewoon helemaal uit het dak, alleen van de muziek. En wie in die pauw, die moet maar op kanker hier zo. Ja? Wat zei je? Wie in die pauw, die moet maar op kanker. Het grappige is gewoon voor ons en het is gewoon tof zoals er is. Het is parkje uitgevonden. Is je Rob thuis gevonden in het park, zeg. Is een grappig Rob Zwams. Mevrouw? Nou, ja, grappig is. Flink uit de boren gaan. En op een hoog. Gewoon lachen met elkaar binnen, weet je. Alleen ja, iedereen zit op hetzelfde niveau door die drugs vaak. Nou ja, dat kan er gebeuren, weet je. Maar grappig hoeft niet kaal te zijn. Het kan ook gewoon iemand zijn met haar op zijn kop of zo. Dat is ook gewoon gelul dat die kaal moet zijn en weet ik niet wat. Het is allemaal gewoon gezeik. En dat de agressie daar is, dat is ook gelul, want het is gezellig, hè. Dan als hij een paar duizend man op elkaar zet, die zuipen. Want daar heb je veel meer ruzie. Dan als hij een paar duizend man op elkaar zet, die slikken en snuiven. Weet je, dus ja. Ik slik, ja. Zie je dat niet? Nee, dat valt niet. Zie je toch niet? Ja. Val ik nou op heb? Ik heb duifjes op mijn playboytjes. Duifjes op playboytjes, ja. Ja, maakt toch niet uit, joh. Anders krijg je toch weer van die verhalen, weet je. Mijn schouder is voor mij alles te verhalen. Ik voel van binnen, weet je. Ik kan het niet uitleggen. Ik moet gewoon een weekend naar huis. Anders word ik gek. Stop eens! Ja, je doet er gewoon over. Ja, wat een schat. Nou, we begonnen 4 jaar geleden, hè? En nu ben je gewoon oud en versleten. En de parties zijn gewoon minder, vind ik. Vroeger was het kaars, man. Waarom dan? Ja, tegenwoordig vind ik het meer op telekids lijken. Veel kleine mensen. Ja, een beetje telekidsachtig. Ja. Gabber. Gabber is een muzieksoort, georganiseerd voor de jeugd. In eerste instantie om de criminelen van de straat af te houden. Wat eigenlijk niet gelukt is. Het is een samenvatting van verschillende beats, achter elkaar, snel opvolgend, met veel drugs erop en lekker veel dansen allemaal, gezellig onder elkaar. En ja, slikken snuiven en hardcore will never die. Maar weet je wel hoe gezellig het binnen is? Weet je hoe tof dat is? Ja, en jullie hebben allemaal toen in jullie deze lid ook iets gezocht wat erbij past. Maar mag ik nou? Hey, mannen. Ja, ik heb een heel verhaal hoor. Nee, maar zo zit het wel. Ja, chips, speed, pillen. Noem maar op, kook. Van nou, zoveel mogelijk hè. Ja, er gebeurt wel eens wat, maar ja, als er zoveel duizend idioten staan te springen, dan heb je altijd wel wat natuurlijk. Maar voor de rest zijn gezellig hier altijd. En, ja, een dolle boel. Ja, ze gaan in je bloed. Gaat er ook niet uit. Belastres. Gabberdansen. En ik ben van die achterlijke mellenkleding, maar van een trainerspak. Mijn DJ in Tilburg. Ieder weekend lekker uit je bol gaan, dat is het gewoon. Dat is gabber. Wat is gabber volgens jou? Gabber is mijn leven. Het is gewoon tof muziek. En het is gewoon alles. Gewoon echt alles. Uitbundig, ja. Gewoon alles. Dat was het wel. Hakken! En geen drugs dus. Slap man. En fijn uit Rotterdam. We'll be right back.
begintijd van de house was, ja, was de anonimiteit was van, was normaal, zeg maar. Dus ik maakte heel veel muziek en er waren heel veel platen uit die door op alle feesten gedraaid werden, maar mijn insiders wisten dat ik dat was, zeg maar. En op een gegeven moment kreeg ik toen iets van, ja, het is toch leuk om waardering te hebben onder je eigen naam. Daarom had ik vorig jaar een plaat, een maxing uitgebracht onder de naam Paul Elstak. Maar kijk, ik heb een paar voordelen. En het is dat ik gewoon, ja, dat ik drie labels heb. Waarvan één label, de Rotterdam Records. De eerste was die, het eerste Gabber label was die er bestond. Die ook echt het Gabber groot gemaakt heeft en over heel de wereld bekend heeft gemaakt. Wat is commercieel? Ik bedoel, net zoals noemen wat in het begin, zoals Nirvana, zijn hele heftige dingen, maar dat is eigenlijk ook niet commercieel, omdat het gewoon veel verkoopt. Ja, hardcore, Gabber, is ook commercieel. Ik bedoel, er wordt ontzettend veel geld mee verdiend. Feesten waar 4, 5, 6, 7.000 man komen, ja, dat is geen underground, dat is gewoon commercieel. Alleen heel veel, ja, veel mensen hebben het zelf dan niet door. Als dus ik een hardcore feest loop rondlopen met 6.000 mensen en dan tegen mij zeggen, ja, je moet niet commercieel draaien. En ik denk, maar ja, maar je zit er op een commercieel feest. Maar ja, dat heb je dan zelf niet meer.